Hallo allemaal, daar zijn we weer. Het is nog steeds zaterdag 1 april en ik ben nog niet uitgefilmd vandaag. Ik ga vandaag toch iets anders doen met de kleingeld. Zoals jullie weten ben ik begin dit jaar gestart met statiegeld. Hartstikke prima. Ik heb zoals vorig jaar ook mijn Miss Piggy. En ik wil het nu dus, wat ik al zei, ietsjes anders gaan doen. Ik heb hier een paar hele schattige trekkers. Dat zijn deze. Van Budget by Day. Echt heel leuk. Zo heb ik de 5 cent trekker. Bij de volle kaart heb je 1,20 euro. En bij de 10 cent trekker, een volle kaart, heb ik 4 euro. 20 cent. Bij een volle kaart zit je op 8 euro. En dan had ik ook nog deze. De statiegeld challenge. Ik was vergeten dat ik deze nog had. En deze is ook van Budget by Day. En die ga ik dan weer gebruiken voor de statiegeld natuurlijk. Dus ja, we gaan het even ietsjes anders doen dus. Eerst wat ik ga doen is het statiegeld. Ik vind dat elke volle fles 1 euro mag zijn. Denk ik. Ja toch, je weet toch. En zoals je ziet, ik ga hem even ietsjes naar beneden halen. Bam, bam. Er staan er ook meerdere lijntjes op. Dus eigenlijk bestaat een flesje uit 4 deeltjes. Dan heb je bewijzen van een hele euro alweer. Dus dat is mooi. Dus ga ik eens even kijken hoeveel ik erin heb. Sorry voor het geluid alvast. Maar in ieder geval, 1 fles is 1 hele euro. Dan heb ik 2, 3, 4 euro alvast. Dus dan ga ik de eerste 4 ga ik even heel mooi alvast inkleuren. Dat doe ik vandaag met de paarse. Vind ik leuk. Moet wel binnen de lijntjes. Nou, dat is voor mij dus natuurlijk onmogelijk zo'n beetje. Want dat kan ik gewoon niet. Tadaan. En er gaan nog een paar video's komen. Ik was moe. Ik snap niet hoe ik het voel af en toe. En voelt aan werken. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar af en toe, hè. Af en toe, hè. Maar hij valt mee. Deze ken ik helemaal niet trouwens. Zou die speciaal zijn? In ieder geval 2 euro, 3 euro, 4 euro. Denk aan de oortjes, want die gaan nu kapot. Oké, 4 euro. Dan heb ik 50 cent, 1 euro, 1,50 en nog een heel ranzig 50'tje. Dat wordt dan ook weer 2 euro. Dan gaan we eens even kijken hoe ver we ermee komen. 1, 2, hoppakee, nogmaals, oortjes dicht, en dan heb ik hier nog 20, 40, 50, 60, 70 cent. Dus wat ik ga doen, ik moet even mijn eigen manier erin zien te vinden. We doen een halfje. En dan doe ik nog even 20 cent los erbij. Die schrijf ik er even zo boven. Dan kan ik makkelijk weer wissen. Als je een beetje, hoe heet het, hebt. Nagellak remove op een wattenstaafje of zo. Dan kan je het er zo afhalen. Dus het moet even 20 cent zijn die ik nog nodig heb om een flesje weer vol te krijgen. Oortjes dicht. Hop, hop. Dus, dat is de eerste. Heb ik dus toch 1, 2, 3, 4, 5, 6 euro en een beetje voor de eerstvolgende. Oké. Ik ben helemaal de weg kwijt. En dan heb ik hier natuurlijk Miss Piggy. En hier zitten 15 en 20 centjes in. Die ga ik hier uitvissen. Dus oortjes dicht. Hop, hop. Ik zet deze weer even op 0. Hij staat weer op 0. Hoppa.
En dan ga ik eerst eens eventjes alle 50 cent, 1 euro's en 2 euro's eruit vissen. Die gaan namelijk weer terug in Miss Piggy. Daar ga ik geen savings change voor doen. Die hou ik gewoon lekker zoals het is. Voor nu in ieder geval. Misschien dat ik er later anders over denk. Maar voor nu is die goed. Oeps, sorry, oortjes. En hebben jullie ook zulk lekker weer? Oh, dat is ook een mooie. Ja, hier regent het de hele dag door. Ik ben altijd wel van een lekkere wandeling, maar volgens mij is het nog geen moment droog geweest. Dus ja, dat ja. Goed verhaal, hè? Misschien dat ik straks een paraplu ga pakken alsnog gaan lopen, maar het is niet uitnodigend om lekker naar buiten te gaan. Kijken, 50 centjes eruit. Ja, het stomme is, tot nu toe heb ik die 1, of die 15 en 20 centjes gewoon in mijn portemonnee gehouden. Maar dat ga ik nu dus vanaf nu dus ook niet meer doen. Hup, hup. We gaan er niet heel erg soepel doorheen. Ik moet een beetje kracht zetten. Dan, 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 dan. Hartse flatsie. Ik heb ook nog iets klein gehad in mijn portemonnee. Ik hoef niet meer naar de winkel. En ik heb ook geen budget meer deze week om naar de winkel te gaan. Dus heb ik hier ook nog een klein centjes. Yay! Dus mijn spikkie is op 37,50 geëindigd. Dat is wel lekker. En dan gaan we nu even zien wat we hiermee kunnen. Dit zijn alle 20 centjes. De 5 centjes en de 10 centjes. Dus 20, 10, 5. Oh, wat zijn ze mooi. Dus. En voor nu ga ik ze even hierin doen. Wat mooi mens. Ja, het gaat wel in wat anders. Maar nu denk ik van deze vind ik wel schattig. En ik gebruik hem zelf verder niet. Dus ja, waarom zou ik niet met mooie mensen gaan strooien? In ieder geval, we gaan met de vijfjes beginnen. Ja, we gaan gewoon van laag naar hoog. Dus 1, 2, 3, 4, 5 maal de 5. Dus dat is 1. Kun je ook zulke mooie haartjes tekenen? Ik vind ze zo leuk, deze trekkers. 3. Alleen let alsjeblieft niet op mijn teken- en inkleurkunst, want ja, daar ben ik gewoon nooit goed in geweest. En waarschijnlijk zou ik er ook nooit goed in worden. Ah, daar heb ik vrede mee. Dus. Nou, dus het eerste rijtje alweer vol. Met 25 cent. En dan gaan we nu naar 10 centjes. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, ook 5. Zijn ze eensgezind, hè? Met de vijfjes. Allemaal 5 stuks. 20 cent is zo te zien wel wat meer. Dus 1. 2. Oeps. Hi, poes. Ja, ga jij iemand anders maar even lastig vallen? Ik ben zo weer helemaal voor jou, hoor. Oké. Papa, de 20 centjes zijn ook weer gedaan. Dus die gaan ook in het glaasje. En dan als laatste de 20 centjes heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer 20 cent. Even hier 6. Ik raak een beetje in de war van mezelf. Maar dat maakt niet uit. Zo is dit 20 cent. Of 6 keer 20, pardon. Oh, dit wordt niet zo'n mooi hartje meer. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee.
Tada. Dat is de eerste vijf. En dan wil ik de volgende ook gewoon gaan doen. En dan ga ik gewoon lekker met oranje doen. Beetje afwisseling in kleurtjes is ook niet erg natuurlijk. Hoppa. Zijn deze ook weer gedaan. Dus. 5, 10 en 20 centjes. En de statiegeld. We zijn bij deze weer gedaan. Zijn ze niet leuk? Zijn ze niet prachtig? Dus ja. Dit is het eigenlijk alweer. Ik vind ze leuk en ik ga hiermee verder. Tot de volgende. Doei doeg!